welkom in deze eredienst. Voordat we van start gaan, heb ik een aantal mededelingen. De eerste is, er is een fietssleutel gevonden op het damestoilet. Als die van u is, dan heb ik hem in mijn zak zitten. Dan kunt u mij na afloop van de dienst vinden. Het tweede is dat Maria Neven graag hartelijk wil bedanken voor de mooie kaart die ze heeft gehad van onze gemeente. Dus dat is heel fijn om ook te horen. Het derde is dat we na deze dienst verkiezing hebben voor het ambt van ouderling. Jonathan Hoekstra is daarvoor kandidaat. Na afloop van de dienst kom ik even bij u terug om de procedure daarvoor uit te leggen. Maar dat gaat gewoon tijdens het koffiedrinken, zoals u inmiddels gewend bent. En het vierde is dat we daarna, als dat achter de rug is, een wandeling hebben met de gemeente. En ik hoop dat u daarvoor allemaal uw eigen lunchzakje heeft meegenomen. En zo niet, dan kan er nog wel wat worden gescharreld hier en daar. Maar van harte welkom om daar ook aan mee te doen vandaag. In deze dienst gaat Guus van Amstel voor. En ik wens u allen een gezegende eredienst. Goedemorgen, broeders en zusters. Van harte welkom allemaal. Fijn om met elkaar samen te zijn. Het lijkt me goed om, naar goede gewoonte, de eredienst met liederen te beginnen. Samen te aanbidden door lofprijs. En we zingen twee liederen. Als eerste, Heerlijk is uw naam. En daarna zingen we een Farsi-lied, Rohol Godos, ofwel Heilige Geest. Ik weet niet hoe jullie dat doen, maar bij ons beginnen we de eerste liederen van de dienst altijd rechtstaande met elkaar. Thank you.
dan mogen we ook samen onszelf stilmaken en ons hart opheffen naar de Heere. Amen. Dan mogen we ook met elkaar belijden dat als we op zondag samenkomen, dat we dat niet zelf kunnen doen, maar dat we daar ook de hulp van de Heere bij nodig hebben. Onze hulp is in de naam van de Heere, onze God. De schepper van hemel en aarde, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar Psalm 146. Thank you.
Als je elke dag thuis de Bijbel opent, dan leer je steeds meer om in de Bijbel te kijken en te zoeken naar Gods wil voor je leven. Nou, een paar weken geleden was ik op een conferentie over Bijbelse theologie. Nou, dan kunnen mensen wel eens beginnen zuchten en zeggen, Bijbelse theologie, dat klinkt zo ontzettend moeilijk. Maar eigenlijk is het heel simpel. Als je de Bijbel opendoet en je leest een bepaald gedeelte in Gods woord en je gaat terugbladeren of je gaat vooruitbladeren, dan ga je dat stuk in de Bijbel nog een heleboel keer terugvinden. Nou, zo heb ik vandaag ook zo'n gedeelte. Matteüs 16, vers 24 tot en met vers 26. Een aansporing tot zelfverloochening. Dan moet je dat thuis maar eens doen. Terugbladeren door het Oude Testament zelfs. En vooruitbladeren in het Nieuwe Testament. En dan ga je dat overal in de Bijbel zien terugkomen. Dat je wordt aangespoord om te doen wat Jezus hier zegt. Dus Matteüs 16 vanaf vers 24. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als... Excuseer mij. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Aansluitend erop zingen we het lied Geen andere naam dan de naam van Jezus.
Laten we ook samen de Heere bidden en danken. Trouwe en hemelse Vader, wat mogen we u dankbaar zijn dat we hier deze morgen mogen samenkomen. Dat mag zijn tot uw eer en uw glorie, niet uit onze eigen kracht. Vader, wat zijn we u dan dankbaar dat we schoongewassen mogen zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. Vader, wat mogen we u dan loven en prijzen, dat als we op onze knieën gaan en we onze zonde aan u belijden, dat we mogen weten dat we vergeving mogen vinden. En Vader, wilt u ons dan helpen om dat te doen? Elke dag op onze knieën gaan. Opnieuw belijden hoe nodig we uw genade hebben. Vader, wat mogen we u loven en prijzen voor wie dat u bent. Vader, dat u een grote God bent. Voor wie niets onmogelijk is, dat u almachtig bent. Vader, dat u rechtvaardig en liefdevol bent. Vader, wat mogen we u dan dankbaar zijn. Dat we onze zegeningen kunnen tellen. Dat ze ontelbaar zijn, Vader. Dat we daaraan beginnen, maar dat we realiseren... Iedere zegening, hoe klein ze ook is, dat we er u dankbaar voor mogen zijn. Vader, dank u wel dat u in de afgelopen week bij ons was. Dat u ons weer tot hier heeft gebracht. Vader, dan mogen wij u ook bidden. Bidden voor elkaar. U kent ieders hart persoonlijk. U kent al onze noden en zorgen, al ons verdriet of ons ziek zijn. Vader, wat mogen we u dan bidden? Wilt u met ons meegaan? Wilt u ons leiden doorheen uw woord? Wilt u zorgen, Vader, dat we bemoedigd mogen worden? Dat als onze wegen scheiden, Vader, dat onze noden en zorgen, al onze problemen, dat we ze achter mogen laten bij u. Vader, wat mogen we u dan dankbaar zijn? Dat u in uw woord zegt, Vader, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Vader, wilt u ons helpen om dat te doen? Niet alleen voor onze eigen persoonlijke levens, maar ook voor de noden en zorgen van anderen om ons heen die we kennen. Vader, laten we ook niet vergeten, de noden en zorgen die misschien nog niet uitgesproken zijn. Vader, zo mogen we ook bidden voor deze dienst. Gaat u met ons mee en leidt u ons met uw Heilige Geest. Opent u onze harten als uw woord opengaat. En wilt u zorgen, Vader, dat uw woord mag doordringen in onze levens. En dat het daar mag zorgen, Vader, voor bemoediging. Versterking en vermaning van ons geloof. Vader, zo mogen we ook bidden. Vader, voor de lofprijs. Wilt u zorgen dat het tot eer van u mag zijn vanuit het diepst van ons hart. Vader, zo mogen we ook bidden voor uw volk, over heel de wereld heen. U weet het, Vader, over heel de wereld gaan vandaag de kerkdeuren open, misschien in vrijheid, misschien in vervolging. Vader, wilt u ook zijn bij onze broeders en zusters die vervolgd worden? Wilt u hen ook vandaag bemoedigen door uw woord, wilt u hen beschermen? Maar belangrijker nog, Vader, wilt u bij hun vervolgers zijn? Wilt u hun harten aanraken met het evangelie? Ja, Vader, wilt u zo van een Saulus een Paulus maken? Zoals alleen u dat kan door de werking van uw Heilige Geest. Ja, Vader, voor dat alles, daarvoor bidden wij u. Daarvoor danken wij u. In Jezus' naam en uit genade alleen. Amen. Dan willen we ook samen het woord van God openen. We lezen dan vanochtend een gedeelte uit Matteüs 5, vanaf vers 13 tot en met vers 16. En ik dacht dat ik daarvoor Roos naar voren mocht vragen. Ja. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden?
Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Ik heb ook iets meegenomen voor de kinderen. Dus ik weet eigenlijk niet of er veel kinderen zijn. Die zitten een beetje verstopt achter de andere mensen, maar kom maar naar voren. Ik heb een klein voorbeeld meegenomen. Nou, en misschien zodat iedereen het kan zien, kom maar... Kijken dat ik niet te ver naar achteren loop, dat ik het tegenaan... Kom maar rond de tafel staan. Jullie hebben het waarschijnlijk net gehoord toen we in de Bijbel aan het lezen waren. Het ging over het licht van de wereld zijn. Toch? Oké. Nou, wat betekent dat? Een licht voor de wereld zijn. Heeft iemand een idee? Zeg het maar. Mensen helpen, bijvoorbeeld. Ja. Ja, zeg het maar. Inderdaad. Dat mensen in de Heere God gaan geloven. Dus als we het licht van de wereld willen zijn... dan moeten we er eigenlijk voor zorgen dat ons leven zoals een lampje is, dat het om ons heen schijnt en dat ons leven andere mensen vertelt over de Heer Jezus. Nou, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ja, bij ons in het dorp, waar mijn kinderen naar school gaan, er zijn maar heel weinig andere kinderen die ook geloven in de Heer Jezus Christus. Misschien 3 in de hele school. Dus als je dan een lichtje bent, ja, dan moet je ook echt een lichtje zijn. Dan moet je ook echt aan andere mensen vertellen dat je in de Heer Jezus gelooft. En niet alleen dat, als je dan zegt, ik geloof in de Heer Jezus. En misschien zeg je dan ook wel, ja, in de Bijbel, daar zeggen ze dat je niet mag liegen. Ja? Dan is het eigenlijk een beetje, liggen hier allemaal mannetjes. Het zijn er niet genoeg voor iedereen. Maar misschien als een aantal van jullie zo wat mannetjes rond die lamp zetten, dan gaan we de lamp aandoen. Voilà. Dus ja, sommige mannetjes hebben een beetje een zwaar hoofd, die blijven niet helemaal recht staan. Dat hebben we ook als we er thuis mee spelen. Nou, als ik dan de lamp aandoe, dan zien jullie het al. Nou, als jullie nou die lamp zijn en die mannetjes zijn de andere kinderen op school. En jij vertelt aan iemand en je zegt, nou, of misschien ben je in de buurt op de speelplaats als je naar een christelijke school gaat. En jij zegt tegen die kinderen, ik geloof in de Heere Jezus. En in de Bijbel staat dat je niet mag liegen. En de volgende keer kom je in de speeltuin en per ongeluk lieg je. Wat gebeurt er dan? Nou, dan gebeurt er eigenlijk dit. Kijk, hè. We hopen dat hij net zo makkelijk scheurt als de vorige keer. Ja. Ik lieg. Dan komt er eigenlijk een plakketje op mijn lamp. En als ik er daar nog in opplak, dan gaat dat licht steeds een beetje minder branden, denk ik. Hè? Nou, stel nu voor, jij zegt ik geloof in de Heer Jezus. En een beetje later duw je iemand op school. Dan komt er nog een plakkertje op. En een beetje later ben je misschien niet eerlijk tegen de juffrouw. Je hebt vals gespeeld bij de toets. Dan komt er nog een plakker op je lamp. Nou, ik denk dat jullie wel een beetje begrijpen. Als de Heer Jezus zegt in de Bijbel, je moet het licht van de wereld zijn en je vertelt aan andere mensen, ik geloof in de Heer Jezus en de Heer Jezus houdt ook van jou. En vervolgens doe je allemaal slechte dingen. Nou, als we nog even zo doorgaan, dat zal lang genoeg duren, maar dan is heel de lamp volgeplakt. Ben je dan nog een licht van de wereld? Nee. Dus als de Heer Jezus zegt,
Je moet een licht van de wereld zijn, want dat zegt hij. Hij zegt niet, je kan. Hij zegt, je moet een licht van de wereld zijn. Dan moet je ook zorgen dat je geen plakkers op je lamp hebt. Hebben jullie begrepen? Ja? Dan mogen jullie weer allemaal op jullie plek gaan zitten. Oké, ja. De allerkleinste, dus kleuter of jonger, die mogen nog naar de crèche gaan in de ruimte hierachter. Oké. Dan zingen we een lied. We zingen Heer, wat een voorrecht. En onderwijl, tenminste als het goed staat op mijn papier, gaat de collecte rond. En de collecte heeft dus twee collectes. Het eerste is voor de werking van de eigen gemeente en het tweede is voor de diaconie van de eigen gemeente. Broeders en zusters, lieve mensen, het is altijd een mooi moment. Ik kijk daar naar uit, tijdens een week, om samen te komen en te horen over de grootheid van Gods woord.
de grootheid van zijn werk. Want dat is wat de Heere doet. Elke dag opnieuw. Hij werkt verder. Niet alleen in onze levens, in onze kerken, in bedieningen om ons heen. Waar we ook kijken, de Heere werkt voort. Nou, en als we dan zeggen, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, dan kunnen we dat denk ik met z'n allen beamen. Er gebeuren dingen om je heen die je niet begrijpt. De Heere werkt verder. Ik vind het altijd ontzettend bemoedigend als ik om me heen getuigenissen kan lezen of horen over hoe dat God verder werkt. Nou, voor mijn werk in de gemeente in Tongeren ben ik verbonden aan Stichting In de Rechte Straat. En dus al het evangelisatiewerk dat daar gebeurt, dat gebeurt met de steun van Stichting In de Rechte Straat. Nou, ik ben een trouwe lezer van hun magazine. Niet alleen maar om te kijken of ze niks geks over mij geschreven hebben. Maar ook omdat het bemoedigend is om te zien hoe dat de wereld om ons heen geraakt wordt ook door hun werk. Nou, enkele weken geleden las ik het IRS-magazine en daar ging het over het gebruik van het Spaanstalige magazine A la Cala Recta. Een magazine dat gebruikt wordt voor evangelisatie, vooral in Spanje en in Zuid-Amerika. Maar nu las ik dat het ook gebruikt werd in Amsterdam, in Nederland. Nou, dat was een vrouw en die vraagt om de zoveel weken een paar van die Spaanstalige magazines op. En ze neemt die mee naar haar evangelisatiewerk onder prostituees in Amsterdam. En ze deelt ze uit aan de Spaanstaligen onder die prostituees. Dat zijn de vaak meest vergeten groepen mensen voor evangelisatiewerk. En die mensen worden geraakt door een magazine dat daar helemaal niet voor gemaakt is. Zo werkt de Heer. Werk waar wij aan beginnen met een bepaald doel, dat zet de Heer op een andere manier weer verder. Het is zo bemoedigend als door mensenhanden heen de kracht van God zichtbaar mag worden. Als door mensenhanden heen het evangelie gebracht kan worden. Nou, dat is waar het Bijbelgedeelte vanochtend over ging. Matteüs 5. U bent het licht van de wereld. Niet u kunt het licht van de wereld zijn, of als je heel hard je best doet, dan ben je misschien het licht van de wereld. Nee, er staat daar in Matteüs 5, vers 14, u bent het licht van de wereld. U bent het. Of je dat nu wil of niet, als je gelooft in de Heer Jezus Christus en je bent een wedergeboren christen, dan ben je het licht van de wereld. Nou, om te beginnen bij het begin, want om te begrijpen hoe dat zit met het licht van de wereld, moet je eigenlijk in de Bijbel gaan graven en kijken, wat is dat dan? Licht zijn. Nou, ik zou helemaal terug kunnen gaan naar Genesis 1 en heel de Bijbel door kunnen bladeren met jullie, want daar begint het, hè? God schiep het licht. Duisternis was er al. Maar zover gaan we niet terug. We gaan terug naar Johannes 1. In Johannes 1, daar wordt duidelijk dat Jezus gezonden is naar de wereld als het licht van de wereld. En als je dan een beetje verder gaat in het Johannes-evangelie, dan kom je bij Johannes 8, vers 12. Daar zegt Jezus het zelf, dan is het niet meer de schrijver, dan is het Jezus zelf. Jezus spreekt opnieuw tot hen in Johannes 8, vers 12... Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. En een hoofdstuk verder, in Johannes 9, vers 5, dan zegt Jezus, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld.
Dus Jezus is gekomen als het licht van de wereld. En zolang hij op aarde was, was hij het licht van de wereld. Maar we hebben het pas gevierd. Hemelvaart. En een beetje later, Pinksteren. Dus met hemelvaart ging de Heer Jezus naar de hemel. En daar zit hij aan de rechterhand van zijn vader als verlosser en middelaar. Totdat hij komt. En na een tijdje stuurde de Heer Jezus Christus de Heilige Geest, de trooster. Nou, als het goed is, hebben jullie dat ook gevierd met het Pinksterfeest. U begrijpt het misschien wel. Als de Heer Jezus zegt in Matthäus 5, u bent het licht van de wereld. Nou ja, de Heer Jezus is uit de wereld gegaan. En nu zijn wij als het lichaam van Christus, ieder van ons individueel, een licht van de wereld. En als je dan verder leest in vers 14, een stad die bovenop een berg ligt kan niet verborgen zijn. Nou, een stad heeft meer dan één lamp, denk ik. En de wereld heeft ook meer dan één stad. Lieve mensen, een thema zoals vandaag, u bent het licht van de wereld, helpt mij om tijdens de voorbereiding van zo'n preek stil te staan bij, hoe doen we dat nu effectief? Niet alleen ik als persoon, maar ook de gemeente waar ik voor werk, of jullie allemaal die hier zitten, hoe doen wij dat? Een licht van de wereld zijn. Ja, gewoon de wereld in gaan en ons lampje aandoen. Dat is vaak de aanpak die we daarbij hebben. Hoe vormen wij ons leven tot een licht van de wereld? En hoe vormt een gemeente dan tot een stad op de berg? Als we geloven en belijden dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan, dat hij de Heilige Geest, de trooster, heeft gezonden, en dat de Heer Jezus tegen ons zegt, niet alleen in Matthäus 5, maar op heel veel andere plaatsen in de Bijbel, u moet een licht van de wereld zijn, dan moeten we daar ook over nadenken. Heel eerlijk, hè? Een licht van de wereld en een stad op de berg, dat zijn geen dingen waar je zomaar naast kunt kijken. Nou, 's avonds, het is nu wat langer licht. Als de kinderen eigenlijk in bed liggen en mijn werk is afgerond en ik heb nog wat onkruid uitgedaan in de groentetuin, dan zet je u neer in de zetel. Misschien pak je er een goed boek bij. Misschien besluit je om op tijd naar bed te gaan. Misschien kom je thuis van je vrienden en ga je nog wat naar je kamer om verder te studeren voor een toets die eraan komt. Hoe dan ook, op dat moment is het nog zo licht buiten dat je binnen nog geen lamp hebt aangedaan. Tenminste, in mijn huis. Ik heb hele grote ramen. Misschien woon jij in een klein huisje met kleine ramen. Maar er is dat punt op een dag dat je zegt, het is te donker. Ik kan niet meer verder gaan. En wat doe je dan? Dan doe je de lamp aan. Tenminste, dat doe ik. Dan doe je de lamp aan. Om te begrijpen waarom je het licht van de wereld moet zijn, moet je heel goed beseffen dat je in een donkere wereld staat. Je doet thuis ook het licht niet aan, als het nog niet donker is. Nou ja, mijn kinderen doen dat wel. En dan zeg ik, kom jongens, het is nog licht, doe de lamp uit, want dat kost geld. Ik denk dat ik nog vele jaren ga moeten oefenen voordat dat een feit wordt. Maar voordat je de lamp aan doet, moet het donker zijn. Nou, de wereld om je heen is een donkere en duistere wereld en daarom moet u een licht van de wereld zijn. Nou, ik weet niet hoe dat hier in Maastricht zit, maar in Tongeren is dat echt nodig. Lichtjes van de wereld. Het is een donkere stad. Er is een Satanskerk. Er zijn Wicca-kringen, er zijn natuurliefhebbers die dansen rond de bomen. Een Maria-cultus. Volgend jaar in de zomer is het weer zover. Een grote optocht door de stad waarin het evangelie wordt verkondigd. Prachtig initiatief, behalve die praalwagens die er allemaal achteraan komen. Meer aandacht voor Maria dan voor het evangelie van de Heer Jezus Christus.
En dan is het nodig dat je een licht van de wereld bent. Maar je moet wel het juiste licht van de wereld zijn. Je moet dat wel op een goede manier doen. Ik heb wat voorbeelden meegenomen. We gaan niet te lang kijken naar die duisternis die ons in de weg staat. We willen vooral kijken hoe dat wij als christenen een licht van de wereld moeten zijn en een stad op de berg. Nou, hoe doe je dat? Ik heb 3 voorbeelden meegenomen. Ik heb als eerste een bouwlamp meegenomen. Ik realiseer me dat het een beetje zwak en klein is voor een bouwlamp, maar een bouwlamp. U begrijpt het wel. Misschien zo'n hele grote lamp die langs het voetbalveld of het tennisveld ligt. Zoiets. Nou, als we dat aandoen, dan wil je daar niet in kijken. Hoe dan ook. Misschien heb je er wel een hangen in je achtertuin. Als je hem aandoet, weet je dat je daar niet in kijkt. Nou, lieve mensen, dit is vaak hoe wij als christenen een licht van de wereld willen zijn als we pas beginnen. Net tot bekering gekomen, vol van vuur wil je andere mensen vertellen over de Heer Jezus Christus. En misschien na het verhaal vandaag denk je van, ik moet inderdaad mijn licht een beetje stiller maken. Maar als je dit doet, helemaal gelijk hè, dan dringt de Bijbel door tot in het diepst van iedereen zijn leven om je heen. Maar iedereen heeft in die lamp gekeken en ik weet niet of jullie weten hoe dat werkt als je in zo'n lamp kijkt, maar dan zie je even helemaal niks meer. Ofwel zie je allemaal van die zwarte stippen in je zicht. Als je zo het evangelie gaat vertellen aan de mensen om je heen, dan zien ze dus niks meer. Helemaal niks meer. Ik heb het meegemaakt. Tijdens een evangelisatieweek. Dat hadden wij voor corona, hadden we evangelisatieweek in de zomer. Een hele grote groep jongeren, nou ja, soms ook ouderen, die kwamen ons helpen om het evangelie te verspreiden in Tongeren. En we hebben prachtige tijden meegemaakt. Maar er was dus een keer een jonge man. En hij ging de eerste dag de straat op. En vol enthousiasme begon hij te evangeliseren. En iedere deur ging eigenlijk na een paar zinnen redelijk snel dicht tegen zijn neus. En aan het einde van de dag zegt hij tegen me, ik begrijp het niet. Wat doe ik verkeerd? Waarom blijven die anderen wel in gesprek? En waarom gaat die deur bij mij steeds dicht? Nou, u begrijpt het wel. Bouwlamp. Hij deed die deur open en hij begon tegen mensen te zeggen, ja, ik kom u vertellen dat u redding nodig heeft, want u bent zondig. Nou, ik denk niet dat dat het eerste is dat iemand wil horen als je hem bereikt met het evangelie. Ik denk ook niet dat dat nut heeft. We hebben die avond samen een goed gesprek gehad en de volgende dag ging het stukken beter op de straat. Er werd wat minder fel in de mensen hun ogen geschenen met het licht van de wereld. En heel eerlijk, ik heb dat zelf ook moeten leren. Hè? Toen ik pas begon met evangelisatiewerk, was er een jongen die ik hielp. Hij was verslaafd aan de drugs, alcohol. En op een bepaald moment was die jongen, nou, wat deed hij 's nachts? Ging hij in de auto van zijn ouders en ging hij een rondje rijden. Dat was al 7 keer misgegaan, want als je onder invloed in een auto stapt en je gaat een rondje rijden, dan heb je niet zo goed inzicht van een bocht die eraan komt en de snelheid die je moet aanhouden. Dus hij was al 7 keer over de kop gegaan met de auto van zijn ouders. U kunt begrijpen waarom ik gevraagd werd om met hem te praten. En toen hij dus voor de 7e keer over de kop was gegaan, kwam ik bij hem. Hij had alleen wat pijn aan zijn arm, verder niks. Al 7 keer geen schrammetje. Nou, ik was er even klaar mee hoor. 7 keer, heilig getal. Ik zeg tegen hem, je moet toch ergens een keer begrijpen dat God zijn geduld opraakt. 7 keer gaat je over de kop met de auto. 7 keer heb je geen schrammetje. En 7 keer zeggen uw ouders, alsjeblieft jongen. Kom toch tot de inzicht dat je de Heere nodig hebt. Nou, ik heb mijn Bijbel opengeslagen. Ik weet niet meer precies wat ik gelezen heb, maar ik had beter iets anders uitgezocht, want daarna heb ik geen contact meer met hem gehad. Hij had er geen zin meer in. Zo moeten we dat allemaal leren. We moeten leren om geen bouwlamp te zijn in iemand anders zijn leven. We moeten op een andere manier evangeliseren. Johannes 1, vers 9. De Heer Jezus is het licht van de wereld.
En alleen hij kan een bouwlamp zijn. Alleen hij kan met verblindend licht doordringen in een mensenleven. En dat heeft te maken met wat je verder in het Johannes-evangelie vindt. Johannes 16, vers 8. Alleen de Heilige Geest kan overtuigen van zonde. U en ik, hoe hard wij dat ook proberen, wij kunnen mensen hun levens niet veranderen. Wij kunnen mensen niet overtuigen van hun zonde. Dat kan alleen de Heilige Geest. Dat kan alleen God, als hij doordringt met een bouwlamp. Nou, voorbeeld 1, u begrijpt het. Niet evangeliseren zoals een bouwlamp. Niet je Bijbel ter hand nemen en beginnen gooien met allemaal Bijbelteksten die bewijzen dat die persoon redding nodig heeft. Hoe moeten we wel evangeliseren? Onze taak is een beetje anders. Wij moeten evangeliseren zoals deze lamp. Nou, ik heb die plakkers even naar achter gedraaid, want die hebben zo meteen nog nodig. Maar ik weet niet hoe jullie dat thuis doen. Als de zon ondergaat en het wordt schemer. Het wordt een beetje donker in je huis. Je kan nog wel wat zien, maar niet licht genoeg om in je boek te kunnen lezen. Dan doe je niet gelijk alle lampen aan dat je huis helder verlicht is. Je doet een klein lampje aan naast de zetel. Je gaat daar zitten, je doet je boek open, je richt je naar het licht en je kan verder lezen. Tenminste, dat is hoe ik het doe. Dat is een beetje hoe je moet evangeliseren in een mensenleven. Niet onmiddellijk beginnen met het zo diep mogelijk doordringen met het licht in een mensenleven. Maar gewoon met jouw leven, met je handel en je wandel, mensen laten zien. En ook met je woorden mensen vertellen dat je een volgeling van de Heer Jezus Christus bent. Nou, dit is de lamp die op mijn bureau staat. Meer dan voldoende licht om verder te kunnen werken. Er staat ook nog een computerscherm naast dat licht geeft. Dus ik kan mijn Bijbel weer lezen. Ik kan de boeken die ernaast open liggen weer lezen. Dat is hoe jouw licht in een mensenleven moet doordringen. Genoeg om te laten zien dat Jezus van hun houdt. Maar niet te veel. Zodat je tegen mensen gaat zeggen, ja, maar zie je wel wat je daar hebt gedaan. Dat is niet helemaal goed. Ik gaf net dat voorbeeld aan de kinderen, hè. Met die stukjes tape. Niet-christenen zijn ergens heel goed in. Dat is door de schone schijn van evangelisatie heen prikken. Niet-christenen zijn er heel goed in om als jij zegt, ja, ik ben een volgeling van de Heer Jezus Christus, dus ik doe wat de Bijbel zegt. Stel nu voor, je doet dat met je buurvrouw. En 's avonds oneenigheid met je vrouw. Nou, ik weet niet hoe dat in jullie leven is. Ik heb dat wel eens, hè, een huwelijk. Iemand zei tegen mij, waar rook is, is geen vuur. Dus, nou, zolang het vuur niet aangaat. Stel nu voor, je krijgt ruzie met je vrouw. Je gooit de deur dicht. Je loopt chagrijnig naar buiten. Je schreeuwt nog wat terug. Je stapt in de auto en je gaat weg. Gewoon even voor de duidelijkheid. Dat is niet hoe ik het aanpak in mijn leven. Misschien de deur, maar de rest. Stel nu voor, je doet dat. En de dag daarna kom je buurvrouw tegen en zeg je, weet je, Jezus houdt van je. Wat denkt jouw buurvrouw op dat moment? U begrijpt het wel, hè? Ik hoef geen tekeningetjes te maken bij ons leven. U weet net zo goed als ik dat wij allemaal verkeerde dingen doen in ons leven. En als je dan tegen mensen om je heen gaat zeggen, zie je wel, ik doe wat de Bijbel zegt. Een niet-christen prikt daar onmiddellijk doorheen. Een van de sterkste wapens van Satan is het aanwijzen van zonde in jouw leven als je een licht van de wereld probeert te zijn. Dan moet je ook niet proberen om die zonde in je leven te gaan verbergen. Dan moet je ook niet proberen om die zonde in je leven goed te gaan praten. Dan moet je gewoon zeggen, daarom heb ik Jezus ook nodig. Het gaat je nooit lukken als je probeert te evangeliseren en je probeert jezelf als de perfecte christen weer te geven. Een van de grootste frustraties die mensen kennen als ze evangeliseren, dat is duct tape op lichtjes in de wereld. Waarom? Nou, in Tongeren zijn er voor mij wel eens mensen geweest die ook gingen evangeliseren met hele goede bedoelingen.
Nou, er waren bijvoorbeeld genezingsbijeenkomsten. Een tentje op de markt. En alle mensen kwamen naar daar om genezen te worden. Nou, dat was niet zoveel van waar. Dus die mensen, die kom ik tegen. Ik praat met hun over het geloof. En wat gebeurt er? Zie je wel, daar heb je nog zo'n protestante christen. Hij zegt wel A, maar doet B. En hij vertelt wel wat er in de Bijbel staat, dat Jezus van ons houdt, maar ik zie er helemaal niks van in mijn leven. Dat is de grootste frustratie die je tegenkomt in het evangelisatiewerk. Mensen die een vooroordeel hebben over Christus. Toen ik pas begon in de zending, zei iemand tegen mij, je zult ervaren dat je als evangelist, als zendeling, dat je leeft in een visserkom. Nou, dat heb ik ook ervaren. Ik heb er niet zoveel van aangetrokken, maar mensen leggen elke beslissing die je neemt, elke uitgave die je doet, onder de loep. Want je leeft toch van mijn geld, dus waarom ga je naar de dierentuin? Ga evangeliseren, daar betalen we je toch voor? Een beetje dat principe, zeg maar. Nou, ik heb er niet zoveel van aangetrokken, ik ben gewoon naar de dierentuin gegaan, hoor. Maar ik mag nu tegen jullie zeggen, als je een licht van de wereld wil zijn, dan leef je in een aquarium. Alle niet-christenen die rondom jou leven, kijken naar jouw leven, om als je een zonde doet naar je toe te komen, zie je wel, wat jij zegt over de Bijbel is niet waar. Dat is een beetje wat er gebeurt in een evangelisatiewerk. Daarom moet je zo'n lampje zijn. Dat je Gods liefde wel laat doordringen, en tegelijkertijd vermijdt om iemand anders op al zijn zonden te gaan wijzen. Want al die zonden liggen ook in jouw leven. En als je dat gaat doen, u kent dat principe wel, één vinger wijst vooruit en zoveel vingers wijzen naar jou. Iemand anders gaat alle zonden in jouw leven aanwijzen. Je moet eigenlijk een vers teruggaan. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Ik weet niet hoe jullie frieten eten, maar met zout, hè? Frieten zonder zout, zeker in Vlaanderen, dat gaat hem niet worden. U begrijpt het. Een lampje vol met duct tape en dan gaan evangeliseren. Werk eerst even aan jezelf. We moeten onthouden, schone schijn ophouden heeft geen zin. Niet dat je niet meer je best moet doen om niet te zondigen, hè? Dat zeg ik niet. Hè? De Heer Jezus roept ons op om een geheiligd leven te leiden. En dat blijvend te doen. En als je dat doet, dan zit er zo min mogelijk tape op jouw lampje. Derde voorbeeld, een zaklamp. Hieronder ligt een hele grote Bijbel. Hè? Nou ja, heel groot, maar ik denk niet, als je gaat evangeliseren, dat je die Bijbel onder je arm hebt. Ik kan je vertellen, als je dat doet, na een tijdje gaat die heel zwaar wegen, die Bijbel. Als het goed is, als je gaat evangeliseren, dan neem je een kleine Bijbel mee. Als je gaat evangeliseren, neem dan alsjeblieft ook een zaklamp mee. Een zakbijbeltje. Waarom? Zeker als je gaat evangeliseren met mensen uit andere geloven. Dan is het heel belangrijk dat als je de Bijbel open doet en je dus het licht van Gods woord in iemands anders leven wil laten schijnen, dat je dat niet doet zoals die bouwlamp, maar dat je dat doet zoals een zaklamp, en dat is een speciale zaklamp, hè, die kan of een heel groot stuk verlichten of een heel klein stukje. Dat is hoe je moet evangeliseren. Als je met mensen in aanraking komt die een andere religie hebben, dan moet je hen gaan vertellen over Jezus' liefde. Dan ga je de Bijbel openslaan. Nou, ik neem even het voorbeeld van Rooms-Katholieke mensen. Stel nu voor, je komt een katholiek persoon tegen onderweg naar je werk en je vertelt hen over God. En hij zegt, ik ben ook een christen. Ik ben net nog gaan bidden tot Maria. Dan is misschien je eerste reactie om te zeggen, dat bidden tot Maria. Kom zeg, je moet niet bidden tot Maria. Pak alsjeblieft je zaklamp. En zeg, ik ben zo blij om een andere christen tegen te komen. Ik geloof in de Heer Jezus. Die aan het kruis gestorven is voor
al onze zonden. En ik bid tot de Heer Jezus. Stel je voor, je gaat zo aan de slag. In plaats van je lamp te nemen en te gaan schijnen op alle verschillen die er zijn, neem je licht en schijn op de dingen die met elkaar overeenkomen. Laat mensen zien dat Jezus van hen houdt. Dat betekent niet dat je moet zeggen, oh ja, is prima als je tot Maria bidt. Dat niet, hè? Ik neem een voorbeeld. Ik heb dat ook moeten leren, hè? Heel de oudere generatie in en rond Tongeren, die zien hun parochie sluiten. Dus die kunnen niet meer naar de katholieke kerk, want er zijn geen priesters en pastoors genoeg. En als je dan bij hun komt en je kan uit de Bijbel met hen lezen, vinden ze ontzettend fijn. Maar als je dan natuurlijk begint, nou ja, tot Maria bidden, al die Maria-beeldjes met die kaarsen in hun huis. Nou, ik werd een keer gebeld door een vrouwtje, we gingen daar regelmatig op bezoek. En ze zei tegen mij, Guus, ik moet je echt iets vertellen, het zit me dwars. Nou, ik had de volgende dag nog tijd, ik ben met een andere broeder naar haar toe gegaan. En toen we binnenkwamen, was een katholieke vrouw, hè? Toen we binnenkwamen, gaat ze op haar knieën zitten en zegt ze, ik wil mijn zonde belijden. Ja, u begrijpt het wel, hè? Ik stond ook even met een mond vol tanden. Wat doe ik nu? Ik had twee dingen kunnen doen. Eén, alleen kom op, sta op, je moet je zonde niet aan mij belijden. En met de Bijbel kunnen beginnen gooien. Wat wij deden was, kom, Paulakka, kom. En we zijn aan de tafel gaan zitten. En we hebben de Bijbel genomen. En opnieuw hebben we haar over het evangelie verteld. Niet gezegd, dat moet je zo niet doen. Wel gezegd, Jezus houdt van je. En hij wil graag dat je je zonde belijdt aan zijn voeten. Er zijn twee manieren om iets te vertellen aan mensen. Hè? Een harde manier met een bouwlamp. Of een zachte manier met een zaklamp. Dus als je gaat evangeliseren, neem alsjeblieft een zaklamp mee. Ben in je dagelijkse leven het licht van de wereld, maar als je naar mensen toe gaat om met hen te vertellen, vergeet je zaklamp niet. Drie voorbeelden, lieve mensen. Dat is hoe wij in Tongeren het licht van de wereld proberen te zijn. Ieder individu als zijn eigen lampje, nou ik hoop eerder zo dan met die plakkers erop. Hè? Zo proberen wij het licht van de wereld te zijn. En als we erop uittrekken, dan proberen we onze zaklamp mee te nemen. Nou, dan zeg ik niet dat we daar perfect in zijn. Absoluut niet. Ik ben een mens, net zoals jullie allemaal. Licht van de wereld zijn. Maar een licht van de wereld zijn, dat gaat verder in een stad op de berg zijn. Wie is wel eens op vakantie geweest naar Frankrijk? Misschien steek je hand in de lucht als je naar Frankrijk gaat. Nou, dat zijn nog aardig weinig mensen. Oostenrijk misschien. Nou, dan gaan weer andere handen omhoog. Ik denk dat iedereen wel eens naar de berg is geweest, hè? Bijna iedereen. En als je in Frankrijk loopt, en je loopt zo'n prachtige bergwand, en je loopt de hoek om, en je ziet op die andere bergwand een stad of een kasteel. Daar kijk je niet naast. Licht of donker, je kijkt er niet naast. In het licht is het een prachtig bouwwerk. Je oog valt er onmiddellijk op. En in het donker is het verlicht. Straatlantaarns, schijnwerpers die op een kasteel schijnen, noem het maar op. Nou, als u een bergwand omloopt en je ziet één straatlantaarn staan, dan trek je één simpele conclusie. Daar gaat een weg omhoog. Maar als je een heleboel lichtjes ziet, dan ga je gelijk kijken, wat is het? Een kasteel, een stad, een mooi gebouw? Zo kijk je verder. Dat is hoe een stad op de berg moet zijn. Wij moeten als christenen samen het licht van de wereld zijn. Nou, jullie zijn het licht van de wereld hier in Bunde, in Maastricht, waar je ook woont. En samen moet je de hele stad verlichten. Ik was op die IRS-ontmoetingsdag en dat was Roberto Goroni. En hij had zo'n mooi voorbeeld mee, hè? Het ging over mest. Nou, zijn moeder was een keer naar een bruiloft van zijn dochter. En er was een Nederlandse dominee. Die sprak toevallig ook Spaans. Nou, zijn moeder Italiaans, dus die konden een beetje met elkaar communiceren. En opeens hoort hij zijn moeder tegen die dominee zeggen, christenen zijn net als mest. U begrijpt zijn schrik op dat moment, hè?
Wie zegt nou dat christenen net als mest zijn? Ja, zeg ze maar, laat het me nou uitleggen. Christenen zijn net als mest. Als je mest namelijk samenlegt, wat doet een mesthoop? Stinken. Maar als je die mest uitstrooit over een hele akker, dan ruik je het niet meer en de grond wordt vruchtbaar. Als wij alle lichtjes van de wereld in één stad, als wij al die lichtjes op één plek zetten in één straat, dan krijg je een prachtige christelijke straat. Heel fel verlicht. Maar de rest van de stad is in het donker. Licht van de wereld zijn betekent dat je ieder persoonlijk op weg gaat en samen als gemeente een hele stad het licht van de wereld laat zien. Nog één ding. Ik denk dat ik al een beetje over mijn tijd heen zit, maar nog één ding. Lampjes. Lampjes hebben onderhoud nodig. Ik weet niet hoe het bij u is, maar bij mij gaat de regelmatige lamp kapot. Een beetje, nou ja, zoals dit, zeg maar. Nou ja, zo. Soms gebeurt het wel eens dat de lamp dan het af en toe wel doet en het af en toe niet doet. Wat doe je? Je gaat naar die lamp. Je haalt die lamp eruit. Je pakt zo'n doosje uit de kast. En je draait een nieuwe lamp erin. Toch? Tenminste, dat is wat ik thuis doe. Het is een beetje feller, hè, deze lamp. Dat is wat er gebeurt als je als christen de wereld intrekt en zegt, ik ben het licht van de wereld en ik ga evangeliseren, maar je vergeet zelf naar de bron terug te gaan, onderwijs te halen, bemoedigd te worden. Dan, ik ga hem even dicht doen, want anders is iedereen zometeen blind. Wat doe je dan? Je lampje gaat steeds zachter branden. Je hebt zelf geen bemoediging, je wordt niet opgebouwd in onderwijs, je hebt geen samenzijn met andere christenen, je deelt niet wat er in je leven gebeurt. Dat is waar wij als gemeente ook heel belangrijk zijn. Niet alleen maar om het licht van de wereld te zijn, maar ook om elkaar tot een licht van de wereld te maken. Als je het lampje van een gemeentelid ziet uitgaan of minder ziet branden, dan ga je daar naartoe en dan praat je samen, dan deel je Gods woord. Dat is ook het belang van iedere zondag in de dienst komen. Tijdens de week naar de huisgroep of de gebedsavonden. Onderhoud je lamp. Nou, dat onderhouden van een lamp, dat doen we op verschillende manieren. Zaklampen zijn handig voor veel dingen. Ik heb een zaklamp op batterijen. Voordat ik over die batterijen begin, neem dit even als het omhulsel van het leven. Of je nu gelooft of niet gelooft. Je bent dit. Een lege zaklamp. Die niks doet. En dan kom je als gemeente. Zowel naar elkaar toe als naar de wereld om je heen. Drie voorbeelden. Drie basissoorten van batterijen. Als eerste heb je AA-batterijen, of drie keer A. Nou, zoveel keer A als je wil, des te meer A's, des te meer aandacht voor elkaar. Dat is de eerste batterij. Als christen geef je aandacht aan elkaar. Je bemoedigt elkaar met Gods woord. Je luistert naar elkaar. Dat hoort daar onder andere bij. Empathie. Nou, even zo'n voorbeeld. Mensen in en rond Tongeren zien hun kerken gesloten worden, ontvangen dus geen geestelijke aandacht. Als ik dan bij die mensen kom en ik lees met hun uit de Bijbel en ik geef aandacht aan hun, dan gaat er een eerste batterij in die lamp. Aandacht. Volgende batterij. C-batterijen. Compassie. Als iemand u iets vertelt, dan sla je niet gelijk je Bijbel open. En dan zeg je tegen die van, ja maar kijk, in de Bijbel staat dat je het zo of zo had moeten doen. Je luistert, je toont medeleven,
naar niet-christenen, naar christenen, als een broeder zijn lampje uit is gegaan, dan ga je er niet naartoe en zeggen, zie je wel, dan had je maar op zondag naar de dienst moeten komen. Je gaat er naartoe, je toont medeleven, je luistert, compassie. Dan gaat er nog een batterij in de zaklamp. Dan heb je nog D-batterijen. De D van directie. Directie geven. Heel belangrijk. De mensen de juiste richting insturen. Zowel christenen als niet-christenen. Met de Bijbel in de hand kun je mensen de juiste richting insturen. Stel je voor, een broeder heeft het moeilijk met evangelisatiewerk of gewoon moeilijk in zijn leven. Dan ga je daar naartoe. Aandacht voor elkaar. Dan toon je compassie, je luistert, je hebt medeleven, je helpt die broeder. En dan geef je directie. Als je elkaar 1, 2, misschien 3 keer hebt gezien, maar kom nog eens mee naar de dienst. Luister naar Gods woord. Laat jezelf bemoedigen. Door directie geven gaat er nog een batterij in de zaklamp. Er zijn ook nog een heleboel andere batterijen. Hè? Lettertjes en cijfertjes door elkaar. Laten we die even zien als de gecompliceerde problemen in een mensenleven. En dan moet je ook niet bang zijn om te zeggen, weet je, ik kan je hier niet mee helpen. Maar er zijn instanties, bedieningen, christelijke bedieningen, die je daar wel mee kunnen helpen. Begrijpt u het? Je moet als christen het licht van de wereld zijn. Zowel naar de broeders en zusters om je heen, als naar de wereld om je heen. Niet met een bouwlamp. Gewoon met je leven, je handel en je wandel en je praten. En als je met iemand in gesprek gaat over Gods woord, gebruik die zaklamp. Steek de batterijen erin. Aandacht, compassie en directie geven. En als je dadelijk nog koffie drinkt met elkaar, een beetje verder praat, in plaats van dat je dan praat over koetjes en kalfjes, praat eens met elkaar over hoe dat jij een licht van de wereld bent. Vraag eens aan elkaar, wat doe jij om het licht van de wereld te zijn? En hoe kunnen wij elkaar daarbij helpen? Amen. We willen samen zingen. Jezus, hoop van de volken.
Laten we samen de Heere bidden en danken. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat we uw woord samen mogen openslaan. Dank u wel dat we dat mogen doen tot bemoediging, tot opbouw en vermaning van onze levens. Vader, wilt u ons helpen om met uw woord ook aan de slag te gaan, elke dag opnieuw. Ook als we thuis uw woord openen. Vader, dank u wel dat u met uw woord dat in ons leven wilt doordringen. En dat u ons, Vader, door uw woord, door uw geest, dat u ons dan tot een licht van de wereld wil maken. Vader, dank u wel dat we ook mogen realiseren dat we dat zelf niet kunnen. Dat we uw woord nodig hebben, dat we uw kracht nodig hebben. Dank u wel, Vader, dat we dan elkaar hebben. Dat we naar elkaar mogen omzien. Elkaar mogen bemoedigen. Elkaar mogen opbouwen. Vader, we mogen nu bidden. Bidden, Vader, als we dadelijk met elkaar samenkomen. Als er deze namiddag nog een wandeling is. Als onze wegen scheiden, gaat u met ons mee. Neem uw woord, Vader, en laat het een licht zijn voor onze voet. Ja, Vader, laat het ons opbouwen, bemoedigen, behoeden voor vallen. Vader, als we vallen, wilt u ons helpen om weer op te staan. Wilt u ook zo met ons meegaan, Vader, als een liefdevolle Vader die naar ons omziet. Vader, zo mogen we u bidden. Zegen de gemeente hier en laat het zijn. Tot het licht van de wereld en een stad op de berg. Amen. Mag ik jullie vragen rechtstaande met elkaar het slotlied van de dienst te zingen? Ik wil zingen van mijn heiland. Thank you.
Ik mag jullie de zegen van de Heere meegeven. Loop daarna gelijk niet rond, want daarna was nog een mededeling, geloof ik. Broeders en zusters, ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. Hij doet zijn vriendelijke aangezicht over u lichten en zij u genadig. Hij verheffen zijn aangezicht over u en geven u rust en vrede. Voor je hart en ziel, in de gemeenschap met de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. De mededeling is eigenlijk heel simpel. Of u even wilt helpen met het opruimen van de stoelen, dat mag in stapels van 7. En dan zetten we hier 2 rijen stoelen neer, of tafels neer met stoelen eraan. En dan hebben we koffie en thee en iets anders voor de kinderen meestal. Als u dan op uw plek zit, dan roep ik u wel weer naar voren als we de verkiezing organiseren. Dank u wel.